Waar je ooit intellectueel werd uitgedaagd en verantwoordelijk volwassen werd, bevinden universiteitsstudenten zich in grote, onpersoonlijke bureaucratische systemen die je als kwetsbaar behandelen tegen verkeerd denken. Je leert volgzaamheid en dogma's, waardoor je niet voorbereid bent op de eisen van werk en volwassenheid. Staat te lezen op de website van Nova Academia, de academie in oprichting in een sprookjesachtig kasteel in Wallonië. Waarvan de oprichters 22 maart aanstaande de sleutel krijgen om kritisch denkende mensen op te leiden voor de uitdagingen van morgen. Wie zijn deze twee paradijsvogels? En wat zijn ze precies van plan? Ja, welkom Erika Turkstra en Paul Freiters. We hadden vandaag een afspraak om te praten over jullie concept in relatie tot uh, Cinema Paradiso, Studio Paradiso moet ik eigenlijk zeggen, waar ik zelf mee bezig ben. Hè, om mensen ook uh, ja, de kans te geven om misschien wat te leren naast alle doemdenkerij die we tegenwoordig over ons heen krijgen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat jullie met iets heel bijzonders bezig zijn. Een heuse academie in een kasteel in Wallonië en daar wilde ik meer van weten en jij zei... Misschien moeten we gewoon vandaag het interview doen. En dat doen we dus. Spontaan. Maar eerst voor de mensen thuis. Kunnen jullie een klein beetje uitleggen wie jullie zijn? Erika. Uh, ik ben Erika Turkstra. Ik uh, ben geboren getoogd in Friesland. Uh, woon al jarenlang in het buitenland. Uh, opgeleid als bioloog. Werk nu al ja, uh, na, na een aantal jaren in Australië hebben gewerkt. Bij de, voor de overheid werk ik nu uh, in de uh, consulting in uh, Londen. Maar binnenkort dus in. Uh, Wallonië. Ja, want je bent actief bij Big Pharma, vertelde je mij, hè? Uh, in de consulting. In de consulting. Uh, uh, dus dan, dan kun je nog zeggen dat de Big Pharma wat betere data moet hebben. Dus heel erg bezig met hoe kunnen, wat voor data kunnen helpen om uh, producten op de markt te uh, krijgen. En vaak is het, het verhaal dat wij vertellen: jullie data is niet goed genoeg of jullie moeten betere data om datgene te kunnen bewijzen ja. uh, dat het er, er echt werkt. Ja. En, voor, en voorheen heb ik dit voor de overheid in Australië gedaan, dus van de andere kant. En uh, ja, je leert er dus heel veel verschillende kanten van die farmaceutische industrie uh, ook ontdekken en zo. En, ja, je zei het net bijna alsof je je verontschuldigde. Voel, ja. voel je dat, voel je er ongemakkelijk bij dat je. Ja, voort... nee. Uh, uh, en toen ik begon, dacht ik van ja, nee, dit, dit, is, dit is niet iets waar ik lang wil blijven werken. Maar ik heb heel veel geleerd. In ja. de consulting, je leert er veel uh, goede dingen. Er zitten heel veel goede dingen. En uh, dat heeft ons ook zeker geholpen met deze stap richting uh, Nova Academia. Dat, dat, uh, met veel mensen kunnen spreken en zo. En uh, toen we een pal met dat idee kwam, uh, en het is een baby al heel lange tijd. Zijn um, we erop ingesprongen? Onze kinderen zijn groot, het is onze nieuwe baby. Leuk. En Paul, ik introduceerde jullie net al als paradijsvogels. Je hebt al de Villa Velderhof, Rick Velderhof-achtige hoed op. <laughs> uh, vertel eens even over jou: welke paradijsvogel ben jij? Wie ben je? Wat doe je? Wat heb je gedaan zoal? Ik ben Paul, Paul Vrijders, geboren en getogen in Utrecht. En uh, na een studie econometrie in Groningen, nog een proefschrift gedaan in Amsterdam. Uh, een econometrist, een econoom. En toen zijn we best wel jaren naar het buitenland gegaan. We kwamen elkaar tegen, destijds nog in Groningen. Een tijdje in Zuid-Afrika, 15, 16 jaar. In Australië. Ongeveer vijf jaar in Engeland bij de LSI. En nu een aantal jaar ben ik in Saudi-Arabië. En dan vliegen ik en ik naar elkaar toe. En nu zijn we dus inderdaad met z'n tweeën en met een hele groep andere vrijwilligers, academici, burgers en denkers. En nu academie begonnen. Interessant. En wat doe je in Saudi-Arabië? Ik geef economieles. Ik zit bij MBS College daar. Dicht bij Jeddah. Aan internationale studenten uit de hele wereld? Of met name bij... mensen uit... Ja. de Arabische landen. Ja, gegoede Saudi's die daar komen netwerken en in feite de basisbeginselen van een soort businessopleiding volgen. Ja, en toen kwam het idee dat je een kasteel wilde kopen om een nieuwe academie, Nova Academia, op te richten. Waar, waar komt dat ineens vandaan? Oh, dat is twintig uh, jaar geleden zat Paul al te denken. Aan. Of nou, niet twintig jaar geleden, tien jaar geleden. Uh, een, uh, de vernieuwing in de. Universitaire wereld uh, is al heel lang speelt het een beetje. Uh, in Australië kwamen we die corruptie tegen. En, en we kwamen corruptie. Kracht, corruptie gewoon binnen de universitaire wereld. Uh, maar ook we zagen onze kinderen die, die kregen les op de middelbare school de universiteit. En dat was, we hadden gehoopt dat er meer uitkwam. En, en dat gewoon, ze, ze werden niet echt geleerd kritisch te denken. Mijn dochter moest uh, een, een verhaal schrijven en als het, ze moesten een opstel schrijven. Waar leer je meer? Thuis of van de leerkracht? Zij schreef van, thuis natuurlijk, van ja, van ons. Nou, dat werd meteen minder punten gegeven. En dus uh, het ze, heel, de kinderen worden helemaal geïndoctrineerd om te schrijven dat wat de leerkracht Een doen. soort wensdenken eigenlijk. Ja, en, en, en dat is dan middelbare school. en... Uh, en dat kwam steeds duidelijker en zeker ook tijdens de corona. Uh, maar we hebben dus onderwijs gezien in Nederland, we hebben het gezien in Australië, in Engeland en overal kwamen dat soort elementen. En nu, ja, wij zijn vooral Paul uh, bekend met de universiteit, daar zit onze kracht. En dus hadden we zoiets van, nou, laten wij proberen iets goed te doen voor de samenleving en echt helpen, goed... Kritisch nadenkende mensen op te leiden. Die echt uh, niet alleen denken van alles wat misgaat, maar ook vooruit denken van hoe kunnen we het dan op? hoe kunnen we het dan wel doen? Ja, maar voor jou is dat dan denk ik een logische stap, want je bent eigenlijk al een docent, hè? een uh -huh. opleider bij uh, een, een, een universiteit of wat uh -huh. het ook mag zijn in, in Saudi-Arabië. Bij jou is dat niet zo, je bent uh, geen, geen docent, toch? Nee, heb nou, wel... ik heb wel bij de universiteit gewerkt. Ik ben ja. associate professor geweest in Australië een lange tijd uh, en, en ik ben dus erg uh, bekend met de universitaire wereld. Ja, het zit maar... ook in jouw bloed. Iets minder dan bij Paul. Ik heb, gewoon, ik heb bij de overheid gewerkt, ik heb bij de universiteit en uh, het bedrijfsleven. En wat ik zie nu binnen het bedrijfsleven. is dat de junior mensen die bij ons binnenkomen. die missen dat soort kritisch nadenken. Ik zit in consulting. Je moet kritisch nadenken. Ongeacht wat voor consulting je doet. Je moet het klinkt niet... ook een beetje als een, een generieke term, hè? kritisch nadenken. Ja. Ik bedoel, als je dat tegen iemand zegt, dan zegt hij. Ja, natuurlijk denk ik kritisch. Dat zal iedereen. Ja. iedere. ...academicus zeggen, hè? Mm -hmm. het is bijna... Ja, maar het, 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 het uh, gewoon... Wat, wat, wat is gewoon... Wat bedoel je daar precies mee? Dat kritisch nadenken, want... Niet alles voorwaar aannemen en gewoon echt uh, je afvragen, klopt dat wel? En binnen mijn werk, wat ik zie, is uh, er wordt wat aangeleverd door de industrie... ...en dat nemen ze voorwaar aan. En er wordt niet de vraag gesteld, ja, maar klopt dat dan wel? En uh, waarom is dit waar? En wat zijn dan de goede en de slechte dingen? En hoe kunnen, hoe kunnen we daarmee werken? En hoe kunnen we het beter maken? Gewoon, in het geval van mijn werk is het: van ja, wat betekent dit nou eigenlijk? En veel mensen vinden dat. Veel mensen worden opgeleid om te herkauwen wat hem verteld wordt. En ik wil. Uh, uh, ik zou graag willen zien, mensen die voor mij werken, dat zie ik gewoon. Ja, zeggen van nou, Erika, dat klopt niet. Ja. Dat is. Heel, dat is uh, maar, en, maar dan kunnen onderbouwen waarom ze denken dat het niet klopt. En, ja. en dat gewoon echt uh, in een goed gesprek. En mee eens kunnen zijn om ons eens uh, niet, uh, niet gelijk te hebben. We gaan zo meteen even kijken naar de prachtige beelden van het kasteel. En we gaan ook even door het gebouw heen. Maar eerst even jullie website, Nova Academia. Prachtige foto's ook op de achtergrond. En hier wordt al aangegeven de academie, mentoren, programma's. Uh, het is al helemaal ingericht uh, voor een, uh, ja, een opleiding, onze missie, academische vrijheid. Wat kan ik daar, als ik daar naartoe zou gaan uh, als, als, als jonge student of als, uh, als ouder voor mijn kind, wat kan ik daar vinden wat ik niet elders vind? Je kunt daar een aantal dingen vinden. Dit is een echt academische gemeenschap en dat betekent dus dat je daar in vrijheid van meningsuiting gaat leven als jongeren. Uh, je krijgt een, een behoorlijk goede opleiding, niet alleen in kritisch denken, maar ook in basisstatistiek. En de, de tak van de opleiding waar ik me bij bezig is sociale wetenschappen, economie. Uh, dus we gaan je dan aanleren hoe dat, uh, de belangrijke sectoren van de Belgische en Nederlandse economie werken... En dan ga je als student daar zelf ook mee verder. Denken van oké, okay, uh, is dit wereld best? Gaat het ergens anders in de wereld nog beter met die sectoren? Worden die anders gerund? Worden die anders uh, politiek ingekleed? En hoe kan dat dan beter? Wat zou er aan deze sectoren. Verbeterd kunnen worden. En dan gaan we een gezamenlijk product scheppen met alle studenten en de docenten in de economieopleiding, die een soort doorlichting is van de sectoren van onze eigen economie en met ideeën van hoe dat beter kan. En dat heb ik alles gedaan in Australië met studenten. En dat, dat is een hele krachtige manier om zowel je eigen land te ontdekken als ook economie in zijn algemeenheid door te hebben. Maar met, met dit idee van wij gaan onze maatschappij zo goed mogelijk doorlichten... om te denken van hoe dingen beter kunnen. En daadwerkelijk dat met, met plannen en mogelijkheden aankomen. Dus je wordt meteen ook nuttig ingezet. Ja, maar Dit, moet je daar als student uh, dan ook echt... Dat, 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 dat maatschappelijk politieke engagement voelen? Of kweken jullie dat daar? Um, liefst hebben we natuurlijk studenten die dat al sterk hebben. Uh, of het anders in ieder geval niet erg vinden. Hè? Ja. Als je als student als het ware echt je helemaal niks kan schelen... wat er ook in de rest van de maatschappij... Gebeurt en je vindt het alleen maar vervelend om na te denken over wat het goede van anderen is, dan heb je eigenlijk bij ons niks te zoeken. Je, je, je moet het al in ieder geval niet erg vinden om bezig te zijn met producten en met denken wat eventueel ook anderen ten goede gaat komen. Maar dit is natuurlijk ook direct jobrelevant. Economische skills zijn heel gewenst. En kritisch kunnen kijken naar je eigen maatschappij, naar de sectoren. Op een manier dat je constructief bezig bent te denken van hoe dingen wel kunnen. Dat zijn hele marketable skills. Dus ergens word je ook klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. En, en hè, wat dat betreft, win je ook als student daarin. En we zijn op zich op zoek naar drie verschillende soorten studenten. Eén is uh, de soort student van Team Wakker, zullen we maar zeggen, waar jij uh, zeker toe behoort in Black Box, en wij natuurlijk ook, weet je. Uh, ja, dat zijn onze eigen kinderen hè, die uh, die hebben al gezien dat, dat deze tijden het moeilijk hebben als jongeren. Dat het ook moeilijk is met elkaar samen te leven. En die gaan dan medestanders vinden. Dan gaan ze ook gemeenschappen mee vormen. We zijn heel erg geïnteresseerd ook in esthetiek en in spiritualiteit. Zodat de hele volwassen persoon als het ware gecreëerd wordt en uitgediept wordt. Dat mensen bezig zijn met hun eigen wereldbeeld. Dat, dat gaat daar heel erg gebeuren. En voor die avant-garde-studenten zal dat dus als het ware, ja, vinden ze medestanders, vinden ze vriendjes. En dan kunnen ze daarmee als het ware verder naar leven. Maar we zijn ook geïnteresseerd in studenten die een soort finishing school-idee naar nou op zoek zijn. Die hebben al een studie opzitten en die willen dan nog een jaar extra als het ware uitgedaagd worden. Um, Job-relevant uh, skills uh, zich allemaal eigen maken. Um, samenwerken met andere studenten also, he, een, een beetje ook alle andere disciplines bekijken, die ze misschien niet bekeken hebben, want hier zullen heel veel internationale academici op afkomen om daar workshops te gaan geven in de weekenden. En We zijn op zich ook geïnteresseerd in Gap Year-studenten. Dus dat zijn studenten van nou, een jaar of 18 tot 20, dus ofwel slimme studenten, net uit de middelbare school. Of mensen die er één of twee jaar studie op zitten en zeggen: Nou, nou weet ik echt niet wat ik moet doen. Ik wil als het ware een jaartje hiervan weg. Ik wil uitgedaagd worden. Ik wil mezelf verder ontwikkelen. En dan ook van heel veel verschillende dingen wat te weten komen, zodat ik daarna beter weet wat ik ga doen. Het is maar één jaar, dus het is niet een drie-, vierjarige investering. Hè? Maar het is dan, mag ik het zo zeggen, een topopleiding die je daar gaat krijgen van een jaar van ja heel geïnteresseerde academici... die ook echt weer academici willen zijn. En die als het ware een beetje ontgoocheld zijn... vanwege de huidige universiteiten. En, en het beter willen voor zichzelf... maar ook voor hun studenten. Hè. Die vinden dat hun studenten als het ware... in de steek gelaten zijn met de huidige universiteiten. Dat ze heel onpersoonlijk worden behandeld. Maar ook dat ze niet serieus genomen worden als personen Ze worden heel erg betutteld... en ze worden heel erg klein gehouden. Hè. Van nou, kijk jij maar een videootje online... en haal je examen maar en hou je mond. En dan krijg je een papiertje, daar kun je misschien wat mee. Ja, dat is toch geen leven? Ja, dat maar is je, je zegt niet, zoals het ooit de bedoeling was. Hè? Dan krijg je een papiertje. Ja. Uh, maar een heleboel mensen hebben toch wel een diploma nodig. Hè? Mm -hmm. Als ze tenminste ja. met die academische opleiding mm -hmm. uh, in, in het maatschappelijk leven een baan willen krijgen. Jullie mm -hmm. uh, academie is niet een vervanging voor een universiteit of een HBO. Het is niet een. Officiële school, toch? Uh, nee, het duurt, uh, het duurt diverse jaren voordat je mee kan doen met het hele accreditatiespel. Dat accreditatiespel, dat zuigt je ook, ook in die bureaucratie, hoor. Dus het is ook een, uh, ja, een, een poison chalice, zoals ze ja, dat Engels jullie zeggen. Dat? Om, om echt officieel erkend te worden als, als nee, academie? Wij, wij, wij ambiëren wel dat onze studenten er als het ware er, er geen nadeel van ondervinden. Maar wat wij op de langere termijn hopen, is dat in de wereld je honderd van dit soort vrije academies krijgt. En dat die dan uh, elkaar als daar gaan controleren. En dat natuurlijk eigenlijk, datgene wat echt belangrijk is, ja, kunnen die studenten wat? Kunnen die zich bewijzen in de arbeidsmarkt? Ja, want je krijgt wel echt denken. een diploma van jullie. Ja, nee, absoluut. En wat heb je dan en aan zo'n diploma? Stel, ik, ik, ik kom ja. ergens bij een werkgever en ik zeg... ik ben een jaar bij de Nova Academia ja. geweest. Ja. Ja, da, da, Is dat, kun je dat zeggen, niet alleen dan waardevol dan als je in, zeg maar zeggen, de bubbel zit? Uh, nee, 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 helemaal niet. Nee, want als daar de kundes die wij, als het ware... De, de Uitbouwen, kritisch denken, we kunnen het er nog een keer over hebben, maar ook basisstatistiek en ook economische kennis. En ook als het ware kennis van de, van de humaniteiten en, en ja, kennis van de brede disciplines die je gaat kijken, die zijn heel waardevol bij, uh, bij werkgevers. En werkgevers gaan steeds minder geven om die papiertjes van bestaande universiteiten, want die beginnen door te hebben dat het vaak knunde is en dat het vaak heel weinig voorstelt. Dus die zijn veel meer bezig. Om allerlei testjes te geven aan mensen die bij hun binnenkomen voor, uh, voor jobs. En die zijn dus zelf bezig om te kijken... ja, kan deze persoon wat? Ja. En ja, daarmee, ja, dan kun je dus inderdaad wat. En, en, en daarmee, als het ware, je, je, je bewijst je doordat je wat kunt. En bovendien kun je zeggen van... kijk, hé, hey, ik heb dit hoofdstuk geschreven. En dat ging daarover. En dat ging over jullie sectoren. Nou, dat kan iemand van een normale universiteit helemaal niet zeggen. Dus je hebt vaak ook, als het ware, direct bewijs in handen. Van, hé, hey, ik heb me in, hier al bewezen, weet je. Dit kan ik. Uh, en uh, kan iemand anders dat al na een jaar? Natuurlijk niet. Ja. Maar dit zijn maar éénjarige opleidingen. Hè? Ja. Wat dat betreft het is uh, het daar redelijk safe. Hè? Het is een, uh, ja, een, een proeven aan de wijdere academie. Maar de breedte en de diepte in met economie, kritisch denken en statistiek. En uh, ja, daarna kun je natuurlijk altijd nog. Uh, als daar een, een papiertje proberen te halen. Of die heb je al, weet je, in het finishing school year. Of je geeft er helemaal niet om. Nadat je dat je al doorhebt dat het een beetje zieloos is en je er eigenlijk weinig leert. Ja, laten we eens even kijken naar de schoonheid van het gebouw. Het ligt uh, in de buurt van Teu, hè? Dat is echt uh, in de buurt van Spa. Typ ja. Ja, in Wallonië, waar ook uh, heel veel mooie fietsroutes zijn. Dit is het gebouw. Je ziet er echt. Uh, sprookjesachtig uit. Ook hier weer een prachtige oprijlaan. Ja, vertel er eens wat over. Jullie krijgen 22 maart de sleutel. Ja, uh, het is inderdaad luik like, like, Komt er vlak naast. Uh, ja, vlak, de bekende like. wielerklassieker. <laughs> <laughs> ja, nee, we uh, kwamen er tegen en ik ben daar met uh, iemand uit ons netwerk naartoe gegaan en dacht van, nou, wie weet is dat wat. En dus wij eens kijken en de helft van het kasteel ziet er mooi uit, zoals je kunt zien op deze plaatjes. De andere helft uh, moet nog uh, verbouwd worden. Maar ja, grote ruimte voor um, college geven en ook voor accommodatie voor studenten en do docenten. En het is uh, ruim, vlakbij teug, uh, gewoon uh, heel veel. Rust. Er is uh, een vijver waar ook nog in kan worden. Als, uh, uh, net zoals dat jij doet in koude water springen. Ja. Uh, uh, <laughs> lekker dippen. <laughs> ja, lekker dippen. Uh, ik ben naar de vijver toe gelopen en was wel in, door, de, door de modder heen zakken. En met de verkeerde schoenen uh, toen ik dat deze keer ging kijken. Maar uh, ja, het is, uh, het is ideaal voor wat wij zoeken. En, uh, en dat het in Wallonië is, dat klinkt ver weg. Maar het, uh, het geeft ook het, het feit dat je dan als groep een soort gemeenschap kan bouwen. Het, de, de verleidingen van andere dingen zijn wat weggetrokken. En dat maakt het, uh, het, het niet alleen het academisch gedeelte... het is ook het ontwikkelen als mens, als persoon. Uh, tijdens die jaren... we zijn vooral op zoek naar studenten tussen de 18 en de 30... gewoon echt verder ontwikkelen als mens. Ja, Het is bijna een soort plek voor een retraite ook. Hè? Ja, ja. ja. Het, is, uh, het is het Harry Potter idee een beetje. De, gewoon... Uh, maar dan niet de middelbare school en scholieren. Om echt uh, de studenten dan ook zelf te laten bedenken: hoe kunnen we samenwerken? Hoe kunnen wij gezond? En gezond in de. Het, niet alleen de medicijnen en zo, maar gewoon goed welzijn hebben. Want uiteindelijk gaat, erom, gaat het daarom: van uh, ja, hoe kan ik een, een goed leven leiden met sociale waarden? Die uh, belangrijk zijn, maar ook nog steeds iets betekenen om te verbeteren in de maatschappij. En, en, en dat is iets heel belangrijks voor ons. Het is, het is niet alleen kritisch denken, maar wat doe je met dat kritisch denken? Ja, nee, het is inderdaad. We, we zaten als groep, waren we al aan het zoeken sinds september. Uh, toen hadden we besloten: oké, okay, we gaan hiermee door. Toen hadden we een kerngroep van een man of acht. En uh, het aantal vrijwilligers dat, dat werd steeds groter. Dus we hebben nu ongeveer al 50 mensen die zich bij ons. Op een of andere vorm aangemeld of aangesloten hebben. Op de website vind je er ongeveer 25, maar er zijn er nog 25 daarachter die ook hun, hun tijd er uh, met, met de liefde van het vak bij doen. En we zaten dus op zoek naar plekken. En Nederland is A te duur en te lastig weet je, om dit te doen. En in, in België was er meer plek. En dit is eigenlijk ideaal, want ja, we willen ook mensen dicht bij de natuur hebben rust. Een beetje weg van het internet. We zijn niet vies van technologie, maar alleen datgene wat bruikbaar is. En willen eigenlijk mensen daar inderdaad een beetje uit die sociale media-bubbels en uit die internethysterisch. en meer inderdaad oriënteren op volwassen worden, op uh, samenwonen. Um, ja, dat klinkt Jezelf ook een, een stuk persoonlijke uitreiden. ontwikkeling ja, dan, enorm, dan eigenlijk. Hè? Enorm belangrijk. Uh, misschien ook emotionele ontwikkeling. Ja, spiritualiteit, heb je al genoemd. Ja. Je had het net over economie, dat is jouw vak. Ja. Maar uh, ik neem aan dat er meerdere vakken gedoseerd gaan worden. Met welke uh, uh, docenten of bekende professoren? Uh, uh, ik, ik meen dat Kees van der van de pijl, emeritus ja. hoogleraar. Ja. Uh, ik weet even niet in welk vakgebied, maar <laughs> hij weet in ieder geval heel veel van Rusland en Oekraïne. <laughs> dat heeft hij onlangs weer bewezen bij ons, uh, maar die gaat daar ook doseren. Ja. Uh, welke mensen heb je nu al in je portefeuille die zijn aangehaakt? Ja, Kees staat ondertussen uh, ook inderdaad op de website als, uh, als mentor. En uh, ik meen ook dat hij spreekt op 6 april, wanneer de inauguratie is. Dus uh, daar kunnen mensen zich nu uh, voor aanmelden op uh, novakap.org. Um, een aantal van de mensen die meedoen zijn in feite mijn, mijn lange termijn vriendjes uit de economie. Dus uh, een van mijn grote medestanders is professor Susie Foster. Die was winnaar van de beste econoom onder de 40 in Australië een aantal jaren geleden. En die is daar heel erg bekend ook hè, van, uh, van, van lesgeven. Die werkt nu ook als professor bij de University of New South Wales. Die kon daar meekomen. komen. Um, Dokter. Cameron Murray komt ook mee economie lesgeven. Dus ze dan zegt van oké, okay, wie hebben ze dan verder als economen aangesloten? Uh, we hadden Andrew Simmings, die heeft zich net aangeboden. Uh, John Humphreys heeft zich daarbij aangeboden. We hebben ook nog uh, een heel aantal mensen in de medische hoek. Dus Maarten Fornerot staat ondertussen op de website die, uh, die, die daarbij aangesloten Erasmus is. Erasmus UMC nu hè? Ja, ja precies. Um, we hebben David Richards uit Australië. We hebben um, uit Australië ook nog Nick Blismas. Dat is een, uh, een hele goede organisator. En ook iemand die heel veel weet van thuisscholing. Uh, die, die erop staat. Ik probeer even te denken. No? Want we hebben onder de 16, 17 man op de website als ja. mentoren staan. Maar ik begrijp dus, takker, ja. die, die, uh, die, die zit hierbij. Meerdere als in de de vakgebieden, hierbij. dus de buiten ja. economie. hè? Ja. Ja, we hebben twee hoofdstromingen, economie en gezondheid. Cheert eh, Anderinga, die mag eh, natuurlijk niet ontbreken Groningen, hè? uit ja. Groningen, inderdaad. En echt een expert in cognitie, die heeft zich daar heel lang op toegewijd. En die, die runt al een aantal jaren een, een School of Understanding. En die heeft er ook studenten bij. Dus in die zin hebben we al studenten. Ik heb ook eh, diverse AIO's, dus mensen die bij mij proefschrift gedaan hebben, of nu bezig zijn te doen. Of studenten nu aan de London School of Economics, waar ik nog altijd een, een, een emeritaat heb, waar ik dus ook een aanstelling heb. En daar heb ik ook studenten. En wat dat betreft zijn we eigenlijk al bezig op te leiden. Maar nu, ja, dat, dat zetten we nu bij elkaar, hè, die, zowel die studenten als de docenten. En gaan we nu dus inderdaad een hele club beginnen waarmee we een hele opleidingstraject kunnen aanbieden. Dus ja, dat, dat krijgen En dat je kunt zien op de website wie daarmee doet. Dat is een steeds groter. Groeiende club. Als Economie het en gezondheid zijn dan de twee pijlers. Blijft ja. het daarbij? Of ja. wil je nog breder? Nou, uh, gaan? statistiek dus ook. En, en dat kritisch nadenken, waar Jeet de Andering gaat, ja. dus echt een expert. En, is. en het is echt het idee dat je een soort basisopleiding uh, krijgt van drie maanden. En uh, waarbij een Case van der Paal en een Jeet de Andering gewoon echt het, uh, het, het, het denken niet alleen op je eigen vakgebiedje, niet alleen in de economie, maar gewoon breder. Breder uh, leren verbanden leggen, netwerken leggen tussen de verschillende vakgebieden. Want vaak vergeten we dat we alleen maar specialisten op iets zijn. En dat een heleboel ideeën van andere wetenschappen of vakgebieden... kunnen je ook helpen om breder persoon, een breder persoon te zijn. Eigenlijk holistischer naar de ja. problematiek ja. kijken. Ja, en dus we willen ja. dus echt dat... Dat ze ook leren over geschiedenis, over uh, politiek. Uh, want als je economie. dat is niet alleen uh, economie en nummertjes. Het is ook de politieke uh, machten en zo. Dus het is veel breder. Uh, dat je daar naar moet kijken. En ook uh, de gezondheid. Het is niet alleen maar pilletjes. Uh, maar hoe zit dat gezondheidswezen. in een systeem? Ja. Wat zijn de dri uh, drijfveren voor perverse situaties of goede situaties. En nee, en het, is, het is een heel groot gebouw hè, met heel mm -hmm. veel bijgebouwen. Mm -hmm. uh, ik begreep ook dat de studenten dus daar intern in een soort campus kunnen leven ja. dat jaar. Ja. Ja. ja, het is inderdaad een campus. Dus het is inderdaad ja. de bedoeling, het hoeft niet. Ze kunnen ook opleidingen volgen en dan voor hun eigen accommodatie zorgen. Maar we gaan dit niet online doen. Het is helemaal de bedoeling, dit is in persoon. Dit is... Als uh, met elkaar dus en, en oh, in klassen. Vijf en dagen per week. Vijf dagen per week oh. dus. Ja. Uh, en dan zal er inderdaad ook accommodatie aangeboden worden in dat kasteel. En, uh, er is maar voor zoveel mensen plek. Ja. Uh, als, uh, het is een privéschool school. Dus iemand het is ja, krijgt een daar geen studie uh, nee. uh, steun voor van de overheid. Uh, is Niet van de het... overheid, maar we wat, zijn wel wat, op zoek wat, naar sponsoren. Natuurlijk. Wat kost het? Stel ja. dat ik mijn ja. zoon daar zou willen laten ja. uh, studeren ja. een jaar. Ja. Kan ik dat wel betalen? Dat, dat, dat beslissen we pas op het laatste moment. Maar ik kan je nu al wel vertellen dat het sowieso veel minder gaat kosten. dan dat bijvoorbeeld een Harvard voor een vergelijkbaar soort jaar vraagt. Als Harvard dit zou doen met de mensen die we dit doen. Ja, ik weet niet wat Harvard we dit vraagt. doen. Nou, die, die, die vraagt voor zoiets 80.000, 90 90.000 per jaar. Amerikaanse ja. dus dollar. Veel, veel minder. En als ja. je denkt bijvoorbeeld over de, de, de Vrije Academie of andere plekken. die zullen daar een veel groter bedrag voor betalen. Wij gaan het tegen kostprijs doen. En dat gaan we pas op het laatste moment. Hè, gaan we bepalen ho hoeveel dat is. Maar we zoeken natuurlijk ook naar sponsors. Ja. En uh, ouders, maar ook mensen die denken: van nee, dit willen wij voor onze gemeenschap doen. Dus alles een gemeenschappen die, zijn die zeggen van nou wij willen daar 15 kinderen of jongeren naartoe sturen en wij willen dat voor hun bekostigen. Fantastisch. Maar ja, ik ben natuurlijk niet Agebert Duk. En we hebben... nee, wat, wat is jullie ja. drijfveer? Is, is dit een business case? Willen jullie rijk van worden? Nee, wat is dit? <laughs> <laughs> Ik bedoel, het, 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 als je een kasteel kan kopen. Goed. goed dus, dus, dus ik was bezig met opleidingen geven in Saudi-Arabië, wat goed boert. Zij is topconsulent in Londen, wat ook goed boert. Dus dit, dit is als het ware een enorme inkomensvermindering voor ons om dit te gaan doen. Weet je? Okay. Maar ergens de rest hebben we al gedaan. Ik bedoel, onze kinderen zijn al het huis uit. Dat gaat prima met ze. Uh... Het is, is echt uh, ideaal. Uh, gewoon echt, uh, wij, wij vinden echt dat. Uh, we zaten te denken: hoe kunnen wij de maatschappij helpen? En waar zijn we goed in? En, en waar willen we ons geld aan besteden? Wat voor goede doelen willen wij geld aan besteden? Een goede opleiding voor geïnteresseerden vinden wij heel belangrijk. Ja, dit soort dingen vinden we ook leuk. Ja. Ik bedoel, hè, dit, dit zijn ook de, de soort studenten, maar ook de soort mede-academici die we leuk vinden. Dus ook ergens... Een soort gemeenschap creëren waarin wij zelf zouden willen wonen. Hè? Ja, het is dus ook een thuis creëren. Heel erg gezellig ja, om ja, met absoluut. een groep uh, gelijkgestemde ja. mensen een jaar lang op een kasteel ja. te vertoeven. Ja, precies. Ja. En waar vind je ze anders? En dat Kees van der pijl gewoon langskomt. <laughs> ja. Om maar een naam te noemen. Ja, Maar ook die andere, inderdaad. Weet je? Het andere. Ik bedoel, ook cheered, ook Dolf, ja. ook Jamila. Dit is ook een manier, als het ware, om weer een gemeenschap. Te vinden en te vormen. Van mensen die een beetje hetzelfde in het leven staan. En je ziet ook de mensen die we gevonden hebben, die zijn ook een beetje ons, Een beetje dezelfde leeftijd. Toen hun kinderen zijn ook al het huis uit en ze zijn ook te denken ja, wat moeten we nog doen? Weet je? Ze hebben hun eigen schaapjes op het Het pensioen is er al. Het gaat best met ze in het leven, het hoeft niet. Maar ziet ze. Ja, maar dit is nog leuk, weet je. En dat is een manier om inderdaad, met de gemeenschap mee te doen. Proberen daarvoor, als het ware, de jeugd een toekomst te scheppen. Maar ook een toekomst voor onze eigen kinderen ergens. Hè? Voor de kinderen van onszelf en onze kleinkinderen. En, en ja, mensen uit de groep die kijkt naar Blackbox, hè? die hebben wij eigenlijk het liefst. Hè? Dat, dat er minder gezeurd wordt van wat er allemaal slecht gaat. En meer nagedacht wordt over hoe kunnen dingen beter. En hoe kunnen we het gezellig met elkaar hebben als samenleving. Als Gemeenschap. Ja, want jullie gel geloven kennelijk nog in een toekomst binnen de EU. En een heleboel mensen maken de vlucht. Ah, eh, ik woon ja. in Engeland. Ik weet niet of Londen, eh, Londen is uh, toch echt niet een uh, betere. Nee, dit blijft onze ja. regio. Ja, we willen Belgisch niet naar is Mexico een partner. Het land wij. van <laughs> de, de EU, Brussel. Uh, waar je dan uh, gaat zetelen ja. met, met de opleiding. Maar, ja. maar, maar, maar jullie hebben er kennelijk nog vertrouwen in dat, dat, dat we de samenleving nog kunnen. Vormgeven en het de goede kant op kunnen sturen. Nou, kijk, ik bedoel, je, je moet de ambities natuurlijk wel in perspectief zien. Hè? <laughs> ik bedoel, dit is een opleiding voor 100 tot 200 man. Daarmee ga je niet meteen de wereld verbeteren. Hè? Het is ook meer van uh, goed leven met, uh, met de mensen wie je, je kunt en dat je hun, als het ware, ook. Meer klaarstoomt voor uh, betere baantjes en betere rollen in de maatschappij. Maar dat is maar voor een paar honderd, dat is niet voor een paar miljoen. Weet je? Dus zo'n enorme impact gaat dit natuurlijk niet hebben. En daarmee ben je ook niet een enorme bedreiging. Maar ook, dit is niet een echt politiek project. Nee, Hè? Allerlei politieke pleimages zitten hieronder. Allerlei religies zitten al in de, de groepen mensen die zich hierbij aangesloten hebben. Dus wat dat betreft, we gaan niet per se tegen de politiek aanschoppen. We willen dat dit bestaat in de komende 500 50, jaar. Dus dan, dan richt je je op ja, een gedegen begrip van hoe maatschappijen werken, hoe economieën werken en wat daaraan verbeterd kan worden. Maar in principe bemoeien we ons niet met zijn we voor die politieke partij, zijn we die, voor, voor dit of dat, zijn we tegen dit, tegen dat. Er nee, kan, kan van alles nog wat bediscussieerd worden. Het is een vrije omgeving, maar we komen niet met een heel bepaalde politieke insteek in. We willen mensen hebben die open zijn. Open voor discussie. En dus dat mag aan alle kanten van de politiek of zo zijn. Maar we willen ja. wel dat dat mogelijk moet zijn om dingen te bediscussiëren zonder dat je meteen in de barricade gaat staan. En ja. dat, dat is denk ik, uh, dat zal interessant. Het is ook ergens een interessant experiment om die mensen bij elkaar te hebben en echt ja. ze echt laten ondervinden. En veel, veel mensen, dan we de wakker mensen, die zitten toch in een soort bubbel. Toch is dat wel het mooiste als je met mensen ja. het volledig oneens kan zijn, ja. maar dat je elkaar wel respecteert. Ja. Ik heb dat ja. zo, en... Nu en dan heb ik dat soort gesprekken ja. en daar ben ik eigenlijk heel blij van. Ja, maar zijn dat, dat leuk, is ergens waar we ja. naartoe willen. Je, je moet het, uh, mijn dochter schreef uh, dat ze thuis meer leerde dan op school. Dat, dat moet niet afgerekend worden. Dat moet gekeken van is het goed geschreven of niet? Uh, is het een goed opstel? En uh, heeft ze goede argumenten? Niet of uh, ben ik het eens met die argumenten. Maar dat, dat willen we eigenlijk uh, weer terug proberen te krijgen. Maar we gokken dat als je heel erg tegen. Uh, uh, voor, uh, of, uh, voor die lockdowns was en zo. dat het dan als persoon, als je dan naar Nova Academia. dat dat erg moeilijk zou zijn voor die persoon. Waarschijnlijk. Ja. Dus uh, het betekent niet dat je helemaal. Op de barricade hoeft heb te staan, dat, dat, dat hoeft niet. Maar het is wel zo: van je moet openstaan voor andere ideeën. Ja, en ja. en het belangrijkste ja. is het openstaan ja. voor het feit dat je misschien een aantal dingen niet weet en dat je het dan kunt onderzoeken. Ja. Ga dan met z'n allen onderzoeken. En, en dat kan van alles en nog wat. Ga onderzoeken de, de, de voor- en de nadelen. En he ga het erover hebben. En kom dan tot een een aangepaste mening mogelijk. En dat kan de ene of andere kant. En ja. het is niet van... dit is de enige manier dat dat maar, goed is. En, en. Nee, en binnen onze docenten... binnen onze mentoren... er zijn heel veel verschillende politieke meningen. Sommigen zijn echt duidelijk rechts. Sommigen zijn echt duidelijk links. Sommigen zijn sterk religieus. Hè? Ja, en maar wat is de, de, de bindende factor dan? Nou, we willen allemaal beter... betere toekomst voor onze kinderen hebben. En we willen inderdaad weer naar... als het ware een, een, een vrijheid van meningsuiting toe... Maar ook naar een, ja, een burgerschap toe. Het idee van de maatschappij moet weer van de burgers worden, waarin we met elkaar ja, naar oplossingen toe kunnen gaan. Dus het is een beetje ja, het goede voor onze maatschappij en onze gemeenschap voor hebben. Dat, dat is toch wel datgene wat de mentoren verbindt. En we zoeken ook allemaal een beetje een thuis: van ja, de de universiteiten waar we ooit onze thuis zochten... ja, daar is dat niet meer. Dus dat willen we hier weer. Maar ook op die vorige thuizen, toen er nog echte universiteiten waren... ja, toen waren we het ook niet met elkaar eens. Dat is niet waar we nou op zoek zijn. Maar wel inderdaad met iets van... we, we kunnen met elkaar weer echt in gesprek. We kunnen met elkaar samenleven. En we, kunnen met, we, we hebben ergens wel... De wens, de welzijn van, van onze maatschappij en onze gemeenschappen te bevorderen. Dat wel. De, de, er zit een, een zekere gemeenschapsgedachte achter. Ja, je hebt straks een, een, een aantal docenten, je hebt straks een aantal studenten mm -hmm. die wonen daar in dat gebouw. Mm -hmm. Ga je dan misschien toch. Bepaalde huisregels uh, opstellen <laughs> of iets wat wel kan en wat niet kan. Zo doen wij dat hier niet of, of, of laat je dat helemaal vrij. Een, een, een aantal dingen daar kom je niet omheen. Je moet je houden aan de wet van het land. Hè? En dat zijn al heel veel regels. Hè? Dus sowieso, criminaliteit kan natuurlijk niet. Hè? Dus dat zal een van de regels. Ja, maar stel, zijn. er komt weer een lockdown hè? en de mondkapjes worden verplicht. Ga je dat dan niet doen in, dat, in die uh, academie? <laughs> Laten we het zo zeggen. Het begrip mondkapje is heel rekbaar. Dus uh, om uh, een dwarsstraat te noemen... een van de professoren die mee gaat doen... die Gigi Foster... die had echt een rothekel aan die mondkapjes. Maar die waren toen verplicht in Sydney. Maar wat die deed... is die ging toen met een, een onderbroek... om haar... Om haar hoofd ging ze, oplo ging ze lopen in oh, supermarkten. <laughs> maar het was een mondkapje, toch? Ja, ja. In Duitsland was ze daar niet. Dus meer laten we het zo zeggen: <laughs> weet je? we gaan niet crimineel doen, maar nee. we, we, we gaan als het ware wel zoveel mogelijk de vrijheid opzoeken. Hè? Ja. Binnen iedere mogelijke, mogelijkheid die, die de wet dat toelaat. Ja. Maar we kunnen niet crimineel zijn, dat is duidelijk. Nee, dat en, verwacht ik ook niet van jullie. Maar... Nee, nee. <laughs> nee, en ergens willen we ook de studenten laten bedenken: van hoe kunnen we samenleven? Want uh, uiteindelijk, uh, een hoop studenten bij elkaar. Uh, het, zij moeten een soort regels, een omgangsvormen met elkaar zien te vinden. En ja. uh, dat er dat zullen een aantal regels komen. En die moeten niet van bovenaf uh, bedacht nee. worden, maar er zullen omgangsregels Net zoals gewone uh, normale mensen, uh, als je in, uh, met een gezin in huis woont. Je hebt omgangsregels. Je kunt niet allemaal precies doen, altijd wat je zelf wilt. Want ja, dat is onleefbaar. Ja. En dus, nee, de rekeningen dus... zullen betaald moeten worden. Er, 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 mensen zullen hun kamers uh, schoon moeten maken. Ze zullen mee moeten. Nu en dan met corvée. Zullen, zullen ze ook moeten eten koken. Er dus zullen wat dat betreft natuurlijk een aantal leefregels zijn. Ja. En inderdaad, ook een soort zelforganisatie: uh, een studentencouncil. En als een student het echt heel, bo heel bond maakt... Ja, dan moet hij eruit gegooid kunnen worden door de medestudenten. Als daar, als daar iedereen anders mee eens is... nee, deze persoon maakt het te bond. Die is te gewelddadig toe naar anderen bijvoorbeeld. Ja, dat kan echt niet. Ja. Dus ja, er zullen dat soort regels zijn. Ja. Wat hebben jullie nog nodig? Want <laughs> 22 maart krijgen jullie de sleutel. Jullie gaan het doen. Maar jullie hebben ongetwijfeld nog hulp nodig. Waar, waar, waar verlang je naar? Nou, nou. We, we, we hebben een wenslijst. <laughs> Daar beginnen we? <laughs> ja, maar als mensen nu kijken die denken van... Ja, ja, ja. oh, ...ik ja. ben geïnspireerd, het, het, hoe het, zouden het mensen eerste, kunnen helpen? Het, 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 het eerste zou ik zeggen... ...kom naar onze Informatiedag online... ...op 16 maart op twee uur Europese tijd. Twee uur Nederlandse tijd online... En, en kijk dan wat er verder in de aanbieding is en stel dan je vragen ook. Hè. Dat is van het, het volgende moment. Of als je denkt van nou, ik, ik ben nog enthousiaster, dan kom op 6 april naar de inauguratie. Hè, dat is dan... Ter plekke, dus dan moet je vanaf hier uh, 3,5 uur rijden. Dan ben je er. Weet je. Dat is een wat grotere investering. Het is geen straf. Uh, nee, 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 het ja. is inderdaad geen straf. En je kunt je alvast inschrijven voor bootcamps. Weet je, waarbij je het een week kunt proeven of dagen proeven. Weet je. Dat, dat try before you buy. Weet je. Dat, dat idee helemaal. Hè. Je kunt al voor inschrijvingen doen. Dat is uh, ondertussen ook al wel mogelijk. Dan kun je aangeven van wat je wil. En dat is nog heel vrijblijvend. Hè. Um, we zijn op zoek naar sponsoren natuurlijk. Maar studenten en ouders die geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen. Schrijf je in voor die informatiedagen. En wat we dan ook doen. is we gaan je zo snel mogelijk. met een academicus verbinden. om dan te praten over. ja, wat zijn nou je eigenlijke wensen. wat is je geschiktheid. En, en, en wat zijn je verdere vragen. Hè? Dus, dus intakegesprekken beginnen zo vroeg mogelijk. En uh, ja, er is een website. dus Novocat.org. Je kunt ook info. Novocat.org. Dan kun je als daar informatie vragen. dan kun je alvast inschrijven. er is ook een inschrijvingsformulier nu. He, dus dat, 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 dat staat helemaal als dagen al Dat is het gegeven. academische gedeelte. Ja. Nu het praktische gedeelte, <laughs> het waar Praxis. ik mee uh, bezig ben. We hebben een half kasteel dat uh, nog uh, helemaal leeg is. Dat zijn gewoon alleen maar muren. Dus er dus zullen wat renovatie. Je hebt klussers nodig. Klussers nodig. <laughs> uh, twee, um, waarschijnlijk hebben we um, meubilair nodig. Uh, gewoon lesma. Uh, ik zit te denken aan tafels, stoelen, uh, projectoren. Gewoon om les te kunnen geven. Dus dat soort materialen. Uh, we weten nog niet helemaal precies uh, wat er allemaal is. Maar en, en dat, dat moeten we nog. In. Maar dat soort materialen. Niet het allerslechtste. Maar gewoon dat. <laughs> dat mensen. Uh, dat we daar les kunnen geven. Uh, gewoon dat soort donaties. Maar vooral. Uh, en en hulp uh, bij. Het is in het Frans, dus uh, alle, uh, dat soort Franse vertalingen. Wat is in het Frans? Oh, al, uh, gewoon, uh, het is in Wallonië, alle, alle papierwerk is in het Frans. Ja, je bedoelt uh, dus, om, om uh, uh, vergunningen aan te vergunningen vragen. Vergunningen ja. aan te vragen. Uh, maar, dus je zoekt dan ook nog een, een, een vertaler eventueel. Nou, we hebben op zich al vertalers. Uh, we, we hebben uh, sterke contacten met het Wallonse netwerk. We hebben uh, sterke contacten met mensen uit Zuid-Limburg. Dus we hebben al ja. veel, maar vooral klussers... Uh, materialen voor klussen uh, is er natuurlijk ook dat soort donaties uh, kan, kan gebruikt worden. En dat gaan we allemaal wel coördineren. Want uh ja, het, het, het is een grote klus. En sponsors. Als iemand te veel geld heeft en denkt die wil het aan een goed doel geven. Ja, die dan die zit erbij ook nog, Helemaal ja. aan. We, aan we nou, dan komen ze eerst bij ons en dan bij jou. Hè? Ja, ja, precies, is dat ja. oké? Okay? Ja, nee, ja, deze uitzending staat volledig in het licht van jullie project. Ja. Dus ik zou zeggen, ja. inderdaad, voel jij je geïnspireerd? Absoluut. Kijk dan op de website. Uh, de URL staat onder in beeld bij uh, ons nu uh, in de uitzending. Maar ook in de description van de video. En je hoort het al: klussers, uh, sponsoren, maar misschien ook docenten. Uh, van alles is mogelijk. Studenten. Studenten. Uh, nou, ga even kijken op de website. En uh, ja, wie weet, is dat iets voor jou of je kind. En uh, ja, uh, ik, ik vind het ontzettend inspirerend uh -huh. dat we dit gesprek hebben, want we zouden vandaag ja. een verkennend gesprek hebben. Ja. Inmiddels hebben is, we het toch gehad. Is het, een, <laughs> is het een interview geworden? Ja. En het ging met name om de mogelijke samenwerking tussen jullie Novo. Academia mm -hmm. en uh, ja, Studio Paradiso, waar wij ook Black Box Academy gaan lanceren en als het goed is 26 april de eerste Black Box Academy College doen met een bekende professor. Ik mag de naam nog niet bekend maken, maar we gaan dus allerlei leuke dingen doen in mm -hmm. onze nieuwe studio. Dus ik zag heel veel overlap en misschien kunnen Absolute. we wel jullie dependent zijn hier oh. in of Nederland. Andersom. Of, of andersom. Helemaal, ja. ja ja. Nou, superleuk. Fantastisch. Uh, en uh, de clusters, ik ga straks uh, even eventjes, uh, eventjes bellen voor jullie, want wij hebben natuurlijk nog een heleboel clusters in <laughs> ons arsenaal. <laughs> <laughs> Morgen ga ik weer klussen met uh, een, uh, een zestal mensen en ook één dame, die helemaal uit Brabant komt om onze studio af te maken. Uh, dus uh, ja, dat is een enorm netwerk. Dus wie ja. weet zijn er ook mensen in ons netwerk die willen helpen. En wil jij helpen, voel je, je geroepen? Kijk dus op de website van deze mensen. En wil je ons steunen met een donatie, dan kan dat natuurlijk altijd. Hè? Want je weet het, we doen het op eigen kracht. Iedere maandag, woensdag, vrijdag, Blackbox Today. En ook de Verkenners op donderdag. Dankjewel voor het kijken. En deel deze video met zoveel mogelijk mensen. En dat het iedereen mag inspireren. Tot de volgende keer. Prachtig.